We kennen Rita Verdonk natuurlijk allemaal van dit filmpje. Tot hier en geen centimeter verder. Maar voorlopig is de Nooddorpse Rita helemaal klaar met de politiek. Zeg nooit nooit, maar nee hoor, ik ben nu aan het ondernemen. En ik wil mijn eigen bedrijf groot maken en daarna zie ik wel weer. Maar voorlopig helemaal niet. Ondernemend als ze is, zit ze vandaag in de jury van de belangrijke ponybrunch. Het hangt erop, kortom, de deelnemertjes aan niets staken de parade. Dames en heren, geef ze een applaus. Maxime, Nancy en Cartier. Het is niet voor niets dat ze gevraagd is voor het pony-evenement. Heeft u iets met paarden? Nou, eerlijk gezegd alleen met kleine paarden. Waarom alleen kleine paarden? Heb je wel eens een groot paard gestaan? Heb je wel eens geprobeerd om hem in bedwang te houden? Nee, daar heb ik niet zoveel mee. Maar niet alleen grote paarden zijn angstaanjagend. Yes, de volgende pony en die gaat gelijk aanvallen. Dat is niet helemaal de bedoeling, maar het maakt het wel zo gezellig. Rita behoort toch wel tot de favorieten. Wie is de leukste jury? De linker vind ik wel het leukst. En is dit Rita's ponybrunch winnaar? Het thema lijkt me overduidelijk, mevrouw Verdonk, het thema dat u aan moet staan. Geef ze een applaus. Nee hoor, het wordt toch deze. Van harte gefeliciteerd. Ook gefeliciteerd. En jij ook van harte gefeliciteerd. Prachtige combinatie. Jullie hebben het hartstikke mooi gedaan. En nu tijd voor een lekkere beloning van Rita. Ah!